Ik loop nu even een stukje op het land en ik had wat compost uitgespreid, zeg maar. En dat leek er wel een hele schone hoop. Want als het op de hoop ligt, dan zie je er niet zoveel van. Maar als je hem uitspreidt en het hebt geregend en droogt, ja, dan zie je toch hier wat, allemaal wat plasticies in zitten. En de composteerbedrijven kunnen gewoon ook dit niet meer schoon krijgen op een gegeven moment. Omdat de burgers gewoon veel te veel rotzooi in de GFT-bak gooien. Dat het een probleem is, vinden ze ook bij afvalinzamelaar Meerlanden in Rijsehout. Het bedrijf maakt van GFT-afval onder meer groen gas, warmte en compost. Een vuilniszak, een blikje. Meer dan 50% van ons verwerkingskost bestaat uit het verwijderen van materialen die er niet in thuis horen. Van hoe lang is dit, deze berg? Dit is van een week aanvoer wat we hieruit hebben gehaald. Het wordt groter, het probleem. Bij Meerlanden filteren ze naar eigen zeggen uiteindelijk bijna alle plastic uit de compost. Dat lang niet alle recyclingbedrijven zo zorgvuldig scheiden, blijkt al uit de compost waar akkerbouwer Jasper Rauwbos mee werkt. En dat hoeft volgens de Nederlandse wetgeving ook niet. Zo blijkt als we het navragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Nederland kennen we geen norm speciaal voor plastics in compost. Wel een norm voor vervuiling van compost. Dat betekent dat er in totaal aan vervuiling niet meer dan 0,5% steen, glas of plastic in mag zitten. Ik ga hier ook mee stoppen. Op deze manier. Want wat zijn de gevolgen voor het milieu? De gevolgen zijn dat er dus de plastic soep in de zee is ook eigenlijk op de landbouwgronden aan de gang. Burgers beseffen zich niet dat ze aan het milieu verontreinigen zijn.